eerste keer dat ik naar de kroeg ging met studievrienden. Dat ging mis. Het is geen prettige herinnering, maar het is wel een heel goed voorbeeld. Want we kregen ruzie met de mensen van het café waar we in waren. We kregen ruzie mee, terwijl wij deden niks verkeerd. Ik zal vertellen wat er gebeurde. We zaten aan de bar, met wiskundigen dus. En op een gegeven moment, we hadden allemaal nog genoeg bier. Dat is relevant voor het voorbeeld. Want toen kwam er een barvrouw. En die barvrouw die zei, wil er iemand om wat te drinken? Nou, toen zei de eerste, die zei, dat weet ik niet. En zei de tweede ook, dat weet ik niet. En de derde ook, dat weet ik niet. Weet ik niet, weet ik niet, weet ik niet. Nee. Dus iedereen zei, dat weet ik niet, behalve ik. Ik was laatste en ik zei als enige nee. En dat was een logische reactie van ons, want haar vraag was, wil er iemand nog wat te drinken? En de eerste weet van... De eerste weet van zichzelf dat hij niks te drinken wil, maar hij weet de rest niet. En dan weet... hij weet niet of iemand... Hij weet alleen zichzelf, maar dat was niet de vraag. De vraag was, wil er iemand nog wat te drinken? En dat weet hij niet, dus zegt hij, weet ik niet. En dan weet daardoor de tweede dat de eerste niks wil, maar die weet ook de rest niet. Tot en met de ene laatste. Maar ja, toen kon ik aan de andere antwoorden afleiden dat er verder niemand wat te drinken wilde. En ik hoefde zelf ook niks, dus ik kon zeggen nee. En misschien even, als je nu denkt, huh? What the fuck is dit? Dan krijg je een hele lange avond. En dat is natuurlijk ook niet waar, want tijd gaat altijd precies even snel. Maar mijn punt is, die barvrouw, zij werd kwaad op ons. Ze zei, ja, ik heb al zo'n lange dag, kunnen jullie niet gewoon normaal reageren? Ik zeg, je bent een hele leuke vrouw, maar het is jouw schuld, want jij stelt een slechte vraag. Wil er iemand nog wat te drinken? Want eigenlijk ging het nu goed, hè? Als zij logisch had kunnen nadenken, dan had zij uit onze antwoorden kunnen afleiden dat we allemaal niks wilden. Maar dat is eigenlijk ook gewoon mazzel, dat omdat toevallig iedereen nog genoeg had. Dat hoeft helemaal niet. Stel even hypothetisch. Stel dat twee van ons nog wat te drinken hadden gewild. Dus bijvoorbeeld de derde en de vierde. Ja? Dan zou het zijn geweest, wil er iemand nog wat te drinken? Weet ik niet, ja. En dan blijft het stil, want dan is het antwoord al gegeven. En dan weet je nog niks. Maar goed, lang verhaal kort, wij zijn de kroeg uitgezet. En kijk, aan dat soort dingen kan ik dus merken dat als we mijn manier van denken even als normaal beschouwen, wat terecht is, dat er dan echt heel veel rare mensen op de wereld zijn.